Omwonenden willen meer weten over 800 vluchtelingen in Hoek. Het is donderdag 19 november. Dit is Zeeland Nu. Voorlichting over opvang in Marina Beach. Minder verkeer dan verwacht in Sluiskiltunnel. En ambulancebroeders halen omzet van 6 miljoen. Dag dames en heren, wat vinden de inwoners van de gemeente Terneuzen van de komst van 800 vluchtelingen naar het vakantiepark Marina Beach bij Hoek? Terneuzen houdt vanmiddag een informatiebijeenkomst voor omwonenden. De gemeente maakte vorige week het plan bekend voor de komst van de grote groep vluchtelingen naar Hoek. Het is de bedoeling dat de vluchtelingen er een jaar blijven op een afgebakend deel van het terrein van Marina Beach. De groep bestaat zowel uit gezinnen als alleenstaanden uit met name Syrië en Eritrea. En bij Marina Beach staat verslaggeefster Esme Weg. Esme, wat kun je zeggen over de opkomst? Ja, wij mogen binnen overigens niet filmen, dus daar hebben we ook geen beelden van. Als je binnenkomt staan er tafeltjes van de politie, COA en van de gemeente. Daar moeten de mensen langs om hun vragen te stellen. Dus niet dus dat de burgemeester hun allemaal toespreekt. En tot nu toe, het is om 4 uur begonnen. Ja, een mannetje of 20, 30 zijn er nu geweest. Bij andere bijeenkomsten in het land lopen soms de emoties hoog op. Ja, hoe is dat hier? Ja, hier kan je dat nog niet echt zeggen hoor. Het is ook natuurlijk het verschil dat je hier langs tafeltjes moet. Dus langs allerlei verschillende organisaties waar je je vragen wilt neerleggen. Je merkt wel, de mensen die hier zijn echt wel kritisch. En dat is natuurlijk op zich ook wel te begrijpen als je naar zo'n bijeenkomst komt. Ja, kritische vragen die gaan over veiligheid. Naar aanleiding van de aanslagen in Parijs. Wat haal je hier naartoe? Hoe wordt het hier geregeld? Is er beveiliging aanwezig? En hoe zit het met overlast? Mensen die ik gesproken heb voordat ze naar binnen gingen, bijvoorbeeld, maken zich zorgen over hun kinderen die bijvoorbeeld hier een jaarplek hebben en de kinderen die hier over de camping fietsen. Kan dat straks nog en wil ik dat straks nog? Dus dat zijn een beetje dingen waar mensen zich zorgen over maken. Of een moeder die bijvoorbeeld weet, mijn dochter fietst hier elke dag langs. Ja, ze vragen zich toch af hoe veilig is het dat hier straks 800 mensen een jaar zitten. Ja, veel vragen dus. Ja, de contouren van het plan waren natuurlijk vorige week al bekendgemaakt. Heb je nog iets nieuws gehoord over de opvang? Nee, eigenlijk is het een beetje gebleven bij wat we al wisten, wat je net zei. 800 mensen en een gemengde groep in principe. Dit is een bijeenkomst voor omwonenden, hè, in de omgeving. Maar nu heb je natuurlijk op het park heb je ook bewoners. Worden zij ook nog bijgepraat? Ja, die mensen zijn vanmiddag al bijgepraat in een besloten bijeenkomst. Daar mocht geen pers bij aanwezig zijn. En ja, zij zijn ook ontzettend kritisch. Zij wonen hier natuurlijk permanent, of in ieder geval sommige permanent en sommige bijna elk weekend. Net sprak ik nog een stel binnen die vanmiddag er niet bij aanwezig kon zijn. Die maken zich dus zorgen. En als je naar de hele groep kijkt, ja, die zeggen eigenlijk, het komt er een beetje op neer van als we mogen kiezen, liever niet. En het gaat er dan niet om dat het migranten zijn of vluchtelingen zijn, maar het gaat erom dat er een groep van 800 mensen komt. En wat kan je daarvan verwachten? Dat kan geen jaar goed gaan. Een tijdelijke opvang, zoals we in Goes in de Zeeland al hebben gezien, dat zouden ze nog wel zien zitten. Maar een jaar lang hier mensen, ja, dan is het geen vakantiepark meer, maar een dorp aan het worden. En dat zien ze liever niet gebeuren. Esme, dankjewel. Er gaat veel minder verkeer door de nieuwe Sluiskiltunnel dan verwacht. Geen 21.000, maar slechts 14.000 passages worden er dagelijks geteld. En vandaag is het precies een half jaar geleden dat koning Willem-Alexander de tunnel officieel opende. Maar het loopt dus nog niet storm. Daisy Zwartilee werkt bij een transportbedrijf in Axel. Naast wat administratief werk neemt ze ook een deel van de koeriersdiensten op zich. Een paar keer per week moet ze naar de andere kant van het kanaal. En dan gaat ze via de tunnel, maar ze kiest ook nog vaak voor de brug. Als de tunnel dus niet in je route ligt, dan rij je anders enorm om als je niet over de brug gaat. Dus dan is het qua route inderdaad efficiënter om toch voor de brug te kiezen. En dan maar te hopen dat die niet open staat. En vaak kun je er ook overheen hoor, als het overdag is. Dan is het toch altijd wat minder druk, want het lijkt er altijd wel op dat het rond de spits altijd toch nog het ergste is met de boten ook. Die hebben dan ook spitsuur. En dan sta je maximaal 20 minuten voor de brug, dus dan heb je toch wel enige vertraging. Dus je staat nog steeds voor de brug? Ja, maar veel minder vaak dan daarvoor, voor de tunnel. Voor wie bijvoorbeeld vanuit het westen naar Terneuzen wil, ligt de Sluiskiltunnel eigenlijk helemaal niet zo gunstig. In vergelijking met de oude route over de Sluiskilbrug is de nieuwe situatie een paar kilometer om.
Ja, en naast dat het soms omrijden is, kunnen sommige mensen de Sluiskeeltunnel simpelweg niet goed vinden. Rondom de tunnel ligt 6 kilometer aan nieuw asfalt met turborotondes en invoegstroken. En die situatie zorgt nog wel eens voor verwarring. Dat vindt ook de eigenaar van het transportbedrijf waar Daisy werkt. Ja, waarom een rotonde waar al een rechte weg ligt? Ja, beter kan ik het niet omschrijven. Het is een beetje ingewikkeld daar. Mijn zoontje die zit op het strand wel eens wegen aan het bouwen. En misschien hadden de ontwerpers van deze rotondes een keertje met mijn zoontje mee naar het strand moeten gaan. Mijn zoontje doet dat heel anders. Momenteel wordt er gemiddeld 14.000 keer per dag gebruik gemaakt van de tunnel. De verwachting is dat het waarschijnlijk nog wel zal toenemen zodra het traject Goes-Gent met de verdubbeling van de Traktaatweg en de Sloeweg helemaal af is. Maar zelfs dan is de vraag of de doelstellingen voor 2020 gehaald worden. Dan worden er ruim 20.000 passages per dag verwacht. Een plek waar ze ook even moesten wennen aan de nieuwe Sluiskeeltunnel is de beheerdersruimte bij de Westerschelde-tunnel. De tunneloperators hier hebben nu 2 tunnels onder hun hoede. Dus heeft u het ook drukker gekregen daardoor? Een beetje wel. Ja, je hebt natuurlijk ook wel af en toe een pechgevalletje of afgevallen lading. Dat komt ook voor. En dan gaan we handelen naar omstandigheden. We sturen een weginspecteur ter plaatse. En als er een pechgeval is, dan komt er ook een berger. En we zorgen uiteraard dat de mensen veilig staan. Dat we af en toe een rood kruis boven de rijstrook zetten. Vooral toen de tunnel net open was, zag de operator wel eens vreemde dingen gebeuren. Mensen gingen langzamer rijden of parkeerden hun auto zelfs langs de kant van de weg. Mensen waren toch een beetje van, hey, een nieuwe tunnel of een nieuwe situatie. Er zit ook een bocht in de tunnel. Dat is toch anders dan die in de Westerschelde-tunnel. Dat is eigenlijk, er zit wel een klein bochtje in natuurlijk aan het begin. Maar dat is eigenlijk een lange tunnel. En hier is het best wel een scherpe bocht. Dus ook de mensen die eigenlijk dagelijks door de Westerschelde-tunnel reden, hadden toch ook wel even het wennen van, hey, hij is wel korter, maar er zit een bochtje in. Ondanks dat de Sluiskeeltunnel dus niet altijd even goed op de route ligt en de verkeerssituatie soms wat verwarrend kan zijn, kunnen de Zeeuws-Vlamingen zich natuurlijk ook geen leven meer zonder die tunnel voorstellen. Maar let goed op, want de verkeerde afslag richting de verkeerde tunnel, het kan de beste overkomen. Ik heb het zelf ook al eens gehad, moet ik eerlijk bekennen. Ben ik ongewenst aan de overkant gaan staan en dan moest ik toch weer heel door die Westerschelde-tunnel. Dus het gebeurt natuurlijk wel. Je zat per ongeluk in de Westerschelde-tunnel. Ja, ik heb het een keer gehad. Toen zat ik niet helemaal goed op te letten. En dan was het zover. Dat is wel balen, toch? Ja, dat is enorm balen. Vind je zelf enorm stom ook. Maar dat is dan niet anders. Dan verlies je gewoon echt heel veel reistijd. Maar ja, dat is dan niet anders. Dan leer je weer van dat je daar gewoon echt moet opletten. Zeeland trok vorig jaar 1 miljoen buitenlandse toeristen en dat is 16% meer dan het jaar daarvoor. De cijfers zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zeeland staat met die 1 miljoen toeristen op de derde plaats in ons land. Nummer 1 is onbetwist Noord-Holland, met trekpleister Amsterdam natuurlijk. Ruim 7 miljoen toeristen gingen daar vorig jaar heen. En Zuid-Holland staat op de tweede plaats met bijna 2 miljoen toeristen. Dressuurruiter Hans-Peter Minderhout uit Westkapelle kan beschikken over zijn toppaard als hij zich plaatst voor de Olympische Spelen in Rio. Het paard Kloks Johnson TN is door de stichting het Nederlandse Olympiadepaard vastgelegd tot en met deze zomerspelen in 2016. Hierdoor kan het dier niet voor die tijd verkocht worden door de eigenaar. Het Nederlandse dressuurteam is een van de favorieten in Rio voor een gouden medaille. De rechtbank in Middelburg heeft 3 mannen veroordeeld voor de brandstichting in een vakantiechalet bij Renesse begin januari. Dat gebeurde toen in opdracht van de eigenaar. De brandstichter, een 23-jarige man uit Schiedam, moet een jaar de cel in. De opdrachtgever, een 78-jarige man uit Hellevoetsluis, kreeg 5 maanden gevangenisstraf. Hij hoopte via de brand en de brandverzekering schulden af te kunnen lossen. De derde verdachte, een 22-jarige Vlaardinger, kreeg 99 dagen cel. Van werken op de ambulance naar een omzet van 6 miljoen. Het overkwam de Zeeuwen Pieter Josiassen en Edwin Roelsen. Ze zeiden hun baan als ambulancemedewerker op om zich volledig te storten op de verkoop van reanimatieapparaten. En dat bleek een schot in de roos. Het bedrijf Medisol ontstond in 2001 als hobby van 2 Zeeuwse ambulancebroeders en hoort inmiddels bij de snelst groeiende bedrijven van Nederland.
Had u dat ooit durven dromen toen u nog op de ambulance werkte? Nee, geen seconde. Nee, echt niet verwacht. Het is echt boven verwachting. Maar het is wel erg leuk natuurlijk als je samen zo'n bedrijf opbouwt, dat je ook ziet dat het zo'n succes is geworden. Het bedrijf profiteert van het feit dat de vraag naar AED's de laatste jaren enorm gegroeid is. Maar de kracht zit hem volgens de eigenaren ook in de praktijkkennis die ze hebben. Ja, we hebben bijvoorbeeld bij de ambulancedienst een keer een inzet gehad op het strand. Er waren mensen met een AED. En die hadden de gesproken instructies niet goed kunnen horen vanwege de wind. Dus als wij horen dat een klant buiten gebruikt of in een fabriekshal, dan zullen wij altijd adviseren van goh, kies er eentje met een schermpje. Dan kun je eventueel, als je het niet gehoord hebt, kun je meelezen. Apparaat, oké. Elektrode voor volwassenen. Blijf rustig. En omdat ze het met z'n tweeën al lang niet meer aankunnen, proberen ze hun praktijkkennis zo goed mogelijk over te brengen op de 22 werknemers. Zijn ze alle twee geschikt voor kinderen? Ja, voor beide apparaten zijn speciale plakkers voor kinderen. Het bedrijf kiest er bewust voor om in Middelburg te blijven. Maar omdat de ambities verder reiken, is de eerste verdieping inmiddels veranderd in een klein Europa. Het e-mail en vous donnant l'adresse à laquelle elles doivent être retournées. Le temps d'attente na realizzazione zamówienia è około 3 do 5 dni roboczych. Infatti, saranno sicuramente l'offerta migliore del mercato. Eigenlijk hebben we een doel om marktleider binnen Europa te worden op het gebied van AED's. We zijn nu wel al marktleider in Nederland. Dus we kunnen nog wel een aantal jaar vooruit. En de signalen staan allemaal wel op groen, moet ik zeggen, want we groeien nog steeds als co. De ambulance missen ze soms wel, maar spijt hebben ze niet. Ja, ik denk uiteindelijk dat ik dit leuker vind, omdat het een eigen bedrijf is en daar haal je zoveel energie uit. Op de ambulance ook. Maar dit is iets van jezelf. Ja, dat nummer Staying Alive wat u net hoorde op de achtergrond, dat nummer is van de Bee Gees, u weet dat misschien nog wel. Niet alleen toepasselijk qua titel, maar het ritme van dit nummer blijkt ook het perfecte reanimatieritme te zijn. Altijd handig om te weten. Maritiem Onderzoeksinstituut NIOS in Ierseke wil meer samenwerken met andere bedrijven en opleidingen in Zeeland. Zo wil het NIOS graag de banden aanhalen met de Hogeschool Zeeland en ook met de University College Roosevelt. Het instituut kijkt weer naar de toekomst, nu er geld is gekomen om de komende 6 jaar te blijven bestaan. Dit is Dorina Seitai, onderzoeker bij het NIOS in Ierseke. Met haar collega's deed ze een grote ontdekking. It was really very, very exciting. Het onderzoeksteam ontdekte dat deze draadvormige bacterie in het voorjaar op grote schaal voorkomt in het Grevelingenmeer. Op diepte bevat het water daar zomers weinig zuurstof. De giftige stof sulfide die in de bodem zit kan dan opdwarrelen, maar de bacterie houdt dat tegen. Belangrijk voor de wetenschap. Hetgeen we hier gevonden hebben in Grevelingen is toepasbaar over heel de wereld. De giftige sulfide wordt tegengehouden doordat de bacterie een soort roestlaag vormt die de bodem bedekt. It's like really they will lock the sulfide in the sediment. En zo wordt een giframp voorkomen en blijven zeedieren, zoals oesters, in leven. En in de studio de maker van deze reportage, verslaggever Marcel de Kranen. Marcel, dit onderzoek, is dat nou heel typisch voor het NIOS? Ja, dat is typisch wat het NIOS doet. Dat is echt fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Kijk, die onderzoekers willen echt weten hoe iets werkt. Zeg maar het waarom achter de fenomenen. En wat voor ander onderzoek is daar bij het NIOS nog mogelijk? Nou ja, je kunt ook denken aan toegepast onderzoek. Dat doet het NIOS wat minder. Maar dan heb je het over onderzoek met praktisch nut. Dat is vaak onderzoek in opdracht van de overheid of van het bedrijfsleven. Nadeel is dat je onderzoeksvraag een beetje wordt ingeperkt. Voordeel is natuurlijk wel dat er vaak een zak geld aan hangt. Ja, het NIOS is dus weer gered, kan weer naar de toekomst kijken. Maar ja, moet toch wel flink bezuinigen, hè? Ja, ze moeten flink bezuinigen. Het is een stichting, dus ze hebben geen winstoogmerk. Maar ze zitten flink in de rode cijfers. Dat moet anders. En dat willen ze anders gaan doen door te reorganiseren. Ze willen nu van de 34 FTE's, hè, voltijds arbeidsplaatsen zeg maar, blijven er in Ierseke 20 over. Dus 14 FTE wordt geschrapt en dat is natuurlijk vrij fors. Maar goed, is dat het enige reorganisatieaspect of gaan ze nog meer dingen doen? Ze gaan nog meer dingen doen, er worden afdelingen samengevoegd. In Ierseke blijft eigenlijk maar één afdeling over en die heet Estuaria en Delta Systemen, met een duur woord. Maar ja, Delta Systemen, het is wel logisch als je aan Zeeland denkt.
En ze willen, zoals jij al zei, meer gaan samenwerken. Het NIOS heeft nu 4 werkgroepen, maar die maken plaats voor 1 afdeling. Om te overleven komt er meer samenwerking met andere Zeeuwse kennisinstellingen. Instellingen zoals de Hogeschool Zeeland, maar ook UCR, University College Roosevelt. Dat zijn zeg maar onze natuurlijke partners hier in de regio waarmee we al samenwerking hebben. En dat willen we intensiveren in de toekomst. Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek blijft de hoofdtaak van het NIOS. Wel staat het instituut open voor samenwerking met het midden- en kleinbedrijf in Zeeland. Maar dan wel met slimme jongens. Bedrijven op het gebied van maricultuur bijvoorbeeld. Dus het kweken van organismen in het zoute water. Maar je zou ook kunnen denken aan allerlei slimme nieuwe technieken. Waarbij je bijvoorbeeld stoffen kan isoleren uit organismen. En die bijvoorbeeld voor geneesmiddelen zou kunnen gebruiken. En zijn dat soort kleine slimme bedrijfjes, zijn die er hier in de regio? Ja, die zijn er zeker. Maar we zijn zeker op zoek naar nieuwe mensen, nieuwe partners daarin. Om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Vanochtend waaide het flink, maar die wind ging in de loop van de dag liggen. In de loop van de middag ging het toch alles bij elkaar behoorlijk regenen. En ook morgen vallen er buien. De temperatuur gaat dalen en daar gaan we zeker dit weekend iets van merken. Want dan is het met een graad of 7 behoorlijk koud en zien we ook winterse buien. En daarmee besluiten we deze Zeeland Nu. Maar we hebben natuurlijk nog meer zometeen onze serie Zeeuwen in the East. En we besluiten met het uitgebreide weerbericht. En daarin een uitgebreide vooruitblik op de komende dagen. Nog een hele fijne avond.